Het jongerenwerk is eigenlijk ervoor zorgen dat jij de juiste man op het juiste moment bent voor jouw jongeren eigenlijk. En als jij in je leven de juiste man op het juiste moment tegenkomt, kan dat heel veel voor jouw leven betekenen. Dan kan het in plaats van de weg naar beneden, de weg naar boven zijn. Ik ben Mustafa Amazrine, ik ben 24 jaar. Ik werk als jongerenwerker / buurtpedagoog bij Stichting Rijnstad. In februari 2003 toen is ook mijn vader overleden. En in diezelfde periode was ik in een proefperiode bij de Graafschap. Uiteindelijk, einde van dat seizoen, heb ik het gehaald. En toen ben ik eigenlijk in de jeugdopleiding opgenomen. Daar heb ik tot mijn 18e in de jeugdopleiding gezeten en toen ben ik doorgestroomd naar het eerste elftal. Toen mijn vader overleed, werd het op zich heel snel duidelijk dat ik de vaderrol moest opnemen. En ik was 14, dus ik voelde wel een verantwoordelijkheidsgevoel. En dat heeft me denk ik ook wel gevormd. En dat motiveerde me ook enorm in het voetbal, in extra tijd in jezelf investeren. Begrijpen dat met alleen de trainingen niet genoeg is. Je moet ook nog wat extra werk verrichten om daar te komen. Het was best wel een kwetsbare periode. Je bent puber. Dus je gaat dingen uitproberen en je gaat kijken wat het leven je te bieden heeft. En daarin heeft de Graafschap wel een heel belangrijke rol gespeeld in mijn vorming. In mijn vormingsjaren, dat ik daar gewoon als mens enorm ben gevormd. Van hoe werkt het nou in het leven? Wat wordt er van jou verwacht? Hoe ga je om met kritiek? Hoe werkt het in een team? Hoe spreek je elkaar in een team? Dat zijn allemaal heel belangrijke dingen die ik daar als mens heb geleerd en die ik eigenlijk tot nu toe altijd nog bij me heb gedragen. En ik merk nu ook in mijn werk dan dat er bij heel veel jongeren juist die dingen ontbreken. En uiteindelijk is het me niet gelukt, maar ik ben er wel als volwaardig mens weggegaan. En ook op een goede manier weggegaan, waardoor ik nog steeds contacten daar heb. Dat is jammer, maar ik ben gelukkig als mens niet in die teleurstelling blijven hangen. Ik ben gewoon doorgegaan. En nog steeds zou ik het voor geen goud willen missen. Ik ben altijd wel bezig met ideeën en dingen om het vak te verbeteren. Dus wat dat betreft ben ik wel jongerenwerk gaan benaderen alsof het mijn vak is. Dus net als hoe ik voetbal heb benaderd altijd. Dus je moet ook extra tijd investeren als je bijzonder wil zijn. Of als je boven het maaiveld wil uitsteken. Je kan ook een van de 1000 jongerenwerkers zijn en je gewoon je werk goed doen en weer naar huis gaan. Maar voor mij is dat niet genoeg. Ik wil graag meer dan dat, niet laten zien, maar meer dan dat bieden. En die motivatie zit gewoon in mij. Ja, kijk, het jongerentoezichtteam is heel belangrijk geweest in mijn vorming als jongerenwerker. Ik ben daar toen ik bij de Graafschap voetbalde, ben ik eerst voor 18 uur aangenomen. En eigenlijk heeft Mohamed Zaad, die jongerenwerker toen, nog steeds bij Rijnstad, die heeft mij toen eigenlijk dat gegund. Zonder sollicitatie ben ik binnengekomen en heb ik die baan gekregen. Dus dat sprak heel veel vertrouwen uit. En ik ben best wel loyaal naar mensen die vertrouwen naar mij uitspreken. En dat probeer ik dan ook terug te betalen. En daar doe ik dan ook echt mijn best voor. En dan vind ik het ook niet erg om een stapje extra te doen. Of een paar stapjes extra. Het jongerentoezichtteam is 5 jaar geleden gestart. Er was heel veel overlast bij zwembad De Koppel. En toen is hij met het idee gekomen om jongeren eigenlijk in te zetten om andere jongeren aan te spreken. Dat werkte eigenlijk heel snel.
En toen is het project geleidelijk gegroeid naar Vitesse. Rondom de wedstrijden van Vitesse en rondom concerten. En toen is het ook nog een aantal opdrachtgevers in de wijk. Dus volkshuisvesting die ons ook inhuurt voor een soort van toezicht. En uiteindelijk is het zo gegroeid dat we eigenlijk het jongeren toezichtteam gebruiken als middel en als doel. Ja, doel is het gewoon voor jongens die eigenlijk goed op weg zijn, HBO doen of MBO, hun leven op orde hebben. Daar is het een bijbaan voor. En voor een groep die gewoon een problematisch achtergrond hebben, gebruiken we eigenlijk die positieve jongens als positieve groepsdruk eigenlijk. Om ze onbewust te laten ervaren hoe het is om met positieve mensen om je heen te werken. Het is wel op vrijwilligersbasis, ze krijgen een vrijwilligersvergoeding. Maar we benaderen het gewoon alsof ze een contract aangaan bij een werkgever. En we laten dat ze ook ervaren hoe het is om voor een werkgever te werken. En een van de succesfactoren van het toezichtteam is dat die positieve jongens die hebben altijd de overhand in de groep. En als het gewoon goed gaat met je, in je gemoedstoestand, in je economische toestand, dan ontwikkel je je als mens wat sneller dan als het verkeerd gaat. Want dan ben je alleen maar bezig met problemen oplossen. Terwijl eigenlijk een jongen in de leeftijd 12 tot en met 24, die moet bezig zijn met zichzelf ontwikkelen en niet met problemen oplossen. Want hij staat dan stil. En ja, stilstand is achteruitgang en hij moet gewoon stap voor stap zich vooruit ontwikkelen. En dan kan het soms voorkomen dat het een keer fout gaat, maar het uiteindelijke doel is weer vooruitgaan. Sowieso in de wijk waar ik werk, in Immelo, in de Malburgen, moet je overwicht hebben op de groep met wie je werkt of de jongeren met wie je werkt. Je moet eigenlijk iemand zijn die, voor wie ze respect hebben, maar ook naar wie ze opkijken. Dus, en je moet ook duidelijk zijn. En dat zijn gewoon een aantal dingen die ik structureel hanteer. Als jij de grens overschrijdt, begrens ik jou. En niet omdat ik je wil pesten of treiteren, maar gewoon omdat er een grens is. En ik kan jou hier nog begrenzen, maar als jij buiten die grens overschrijdt, dan overtreed je de wet. En dat is dat is wat ik een beetje die jongeren probeer mee te geven. Je gedraagt je een beetje, of je probeert je een beetje te gedragen als ouder buiten de deur. En daar hebben gewoon veel jongens hier behoefte aan, want ze komen ook uit allerlei hoeken van de wereld. En ze hebben toch wel een beetje begeleiding en iemand nodig die er voor hun is. Die hun aandacht geeft buiten de aandacht die ze thuis krijgen. Maar ook bij wie ze aankloppen als ze een probleem hebben. En ook iemand die gewoon tegen hen kan zeggen, ja, nu moet je je mond houden, want nu ga je te ver. Mijn motivatie eigenlijk is om die jongeren ook klaar te maken voor het leven wat eigenlijk na het jongerencentrum hun te wachten staat. Want eigenlijk een jongerencentrum, het beeld wat mensen van een jongerencentrum hebben is vaak, ja, daar wordt geplaystationed, gepoeld, getafeltennist en die jongens gaan weer. Maar het jongerencentrum is eigenlijk het middel. Het is het middel om die jongeren binnen te krijgen. En van daaruit gaat de jongerenwijk aan de slag. Het zij met talentontwikkeling of het zij gewoon met het zorgen dat die jongen kan leven. Dat hij een dak boven zijn hoofd heeft, dat hij kan voetballen, dat hij gewoon een normaal leven kan leiden. Ja, mijn werk is geslaagd als ik bijvoorbeeld iemand aan baan heb geholpen, naar school heb geleid. En vaak houdt het niet alleen op met naar werk leiden of naar school toe leiden. Vaak zit daar ook een nazorg in. Want het blijft nog steeds dezelfde jongen, de problemen zijn misschien een klein beetje verholpen. Maar dat draadje is heel dun. Dus jij moet ervoor zorgen als dat draadje weer knapt, dat je er weer bent om hem op te vangen. Zodat het niet een hele grote terugslag wordt, maar dat het een kleine teleurstelling wordt en dat hij daarna weer verder gaat op de lijn die jij dan met hem hebt ingezet. Dus ik wil me gewoon als mens ook doorontwikkelen en ik zie het wel.